Minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie die heeft er vandaag, zaterdag 18 februari 2023, op een persconferentie samen met de korpschef en ook nog andere belangrijke actoren die moeten zorgen voor dat stukje veiligheid ingegaan op een aantal belangrijke aspecten. Zo is er door de minister bijvoorbeeld aangegeven hoeveel aanhoudingen er reeds zijn gepleegd en welke acties men verder mag verwachten van de politie en overige gewapende machten om de veiligheid te waarborgen van die totale Surinaamse samenleving. We voeren nu naar fragmenten uit de persconferentie. Gisteren hebben we een eruptie gehad bij protestacties, waarbij naast protesteerders ook plunderaars aan het werk zijn geweest, brandstichters, ordeverstoorders zijn te werk gegaan, waarbij overheidsgebouwen, waarbij de nationale gebouw van de Nationale Assemblée behoorlijk vernield is geworden. We denken er zijn slachtoffers gevallen, gewonden, er zijn winkelzaken geplunderd en we betreuren deze gebeurtenissen dat ze zo zijn te werk gegaan. Dit zijn we niet gewend van onze gemeenschap en inderdaad we betreuren deze handelingen. Laat mij aangeven wat er al resultaten hebben gehad de afgelopen 24 uur. Dank u wel. Ja, de afgelopen 24 uur hebben we 19 gewonden gehad, tenminste die zich hebben aangemeld bij de ziekeninrichtingen. De gewonden, de zaken variëren van schotverwondingen, mensen die last hebben van gassen, waarschijnlijk traangassen hebben geïnhaleerd. Het gaat om baarswonden en gewonden die misschien aan de voeten hebben opgelopen. De politie en het leger trekken samen op in het veld. En tot vanmorgen hebben we 119 aanhoudingen kunnen plegen. Ik moet zo aanstonds een update krijgen van meer verdachten die zijn aangehouden. Er zijn voorgeleidingen geweest en met afstemming van het Openbaar Ministerie zijn er 37 verdachten in verzekering gesteld. Als we de balans moeten opmaken, dan moet ik aangeven dat we inderdaad zulke situaties niet gewend zijn. En nogmaals, we betreuren het dat dit op deze manier is toegegaan. We hebben als regering maatregelen getroffen. En dat is dat we voor gisteren geen avondklok, maar dat de binnenstad zeker is afgesloten. En die situatie gaan we voorlopig behouden. Dat de binnenstad dus afgesloten is en alleen bestemmingsverkeer wordt toegelaten. In regeringsverband zijn we vanmorgen nog, na gisteren, zijn we vandaag weer bij elkaar gekomen. En het gaat om een situatie waarbij wij als regering de democratie en de beleving van de rechtsstaat recht overeind moeten houden. En zo snel mogelijk zullen overgaan ook tot normalisatie van de situatie. En we werken ernaar dat we al maandag de vergadering weer
van de Nationale Assemblée kunnen aanvangen. U weet, we zijn midden in de begrotingsbehandeling. Dus we verwachten dat we sowieso maandag weer aanvang daarmee kunnen maken. Ten aanzien van de markten die gisteren en vandaag gesloten zijn, de zondagse markten gaan we morgen zondag weer openstellen. En voor wat winkels betreft, de districten buiten Paramaribo en Wanica, die kunnen gewoon open zijn. Maar voor wat betreft de winkels, winkelzaken in Paramaribo en Wanica, dat ze even wat terughoudendheid betrachten. De erupties buiten de stad en de verschillende locaties, malls, zijn slachtoffer geweest. Ik denk Hermitage Mall, de International Mall, Maratrette Mall en andere locaties, ook de binnenstad en ik vermoed ook Rand Paramaribo. Er zijn plunderingen geweest. Voor wat betreft de veiligheid de komende dagen, zult u zeker zien bij de bruggen, vooral in het zuiden, dat de politie en militairen daar gaan postvatten. U zult statische surveillance zien. Ook extra roadblocks zult u allemaal zien en meemaken. En onze verontschuldiging dat enige wrevel zou kunnen opwekken. Maar het gaat allemaal om uw veiligheid. En we vragen u ook om uw medewerking te verlenen aan al deze maatregelen die getroffen worden. Ik wil ook het advies geven om zo min mogelijk onnodig over straat te zijn. Laten we er naar werken samen dat de rust terugkeert. En dat we ook op die manier allemaal de mensen kunnen identificeren die met kwaaie bedoelingen, die met kwaaie plannen rondlopen. We zullen niet tolereren dat mensen op een opruiende manier bezig zullen zijn. Dus mensen die zaken posten, die opruiend bezig zullen zijn, we gaan gelijk u opsporen en aanhouden. Laat mij benadrukken dat een ieder die bezig is geweest met brandstichting, met plunderingen, we hebben u in beeld gebracht. En we gaan u de komende dagen opsporen en aanhouden en voorgeleiden. Dat is de manier hoe er gewerkt zal worden. En dat is ook de manier hoe met deze situatie omgegaan zal worden. Wat had moeten zijn een vreedzame protest? Actie is op een gegeven moment uitgemond in vernielingen, diefstallen en berovingen, brandstichting. En u weet, als korpschef, als wetshandhaver kunnen we dit echt niet toestaan. We kunnen niet toelaten dat wetten worden overtreden en dat onverlaters zich schuldig maken aan zulke feiten. Wat is toen gebeurd? Ik mag u thans wel garanderen dat wij de zaak nu wel onder controle hebben. Snapt u? In zowel binnen de veiligheidszone, want er is een veiligheidszone ingesteld, als daarbuiten wordt er opvallend en onopvallend gesurveilleerd. Zij die dachten vrijheid hier te komen, op onbewaakte momenten plunderingen te plegen, gebouwen te bekogelen en al dat soort dingen, dat alles is gefilmd. En ieder is in beeld gebracht. En het is een kwestie van tijd dat die wordt aangehouden, maar we sporen naar ieder op. Er zijn een paar lijsten, er zijn een paar namen, er zijn een paar mensen in beeld gebracht. En binnenkort kunt u dan zich gereed maken, binnenkort kunt u dan die lijsten, althans getuigen zijn van die verdachten, die mensen die worden opgespoord. Ik heb al eerder gesteld dat alles onder controle is. De schade voor Sans is enorm. Ik herhaal het, de schade is enorm.
De schade wordt samen met de benadeelden en de slachtoffers geëvalueerd, opgenomen. En nu op dit ogenblik kan ik u wel niet exact aangeven wat, althans in cijfers uitgedrukt, wat de schade is. In een later stadium krijgt u die cijfers en dan kunt u zelf oordelen wat voor schade er is aangericht aan de samenleving en aan de, ja, aan de eigendommen van derden. Wij hebben, de minister heeft het eerder gezegd, wij hebben 119 verdachten aangehouden. Daarvan is er een aantal na voorgeleiding huiswaarts gestuurd. Maar we blijven die verdachten in beeld brengen. Wij zijn ook bezig beelden te analyseren. Wij hebben units, onderzoeksunits, die speciaal daarvoor zijn ingesteld. Beelden analyseren, verdachten in beeld brengen. Wij hebben aanhoudingsunits die ook daarna uit die handelingen die zijn gepleegd, die strafbare handelingen die zijn gepleegd, nadat die beelden zijn geëvalueerd, die als verdachte, dat zal niet eruit komen, die units, die verdachten worden opgespoord en ze worden aangehouden. En ik ga u zeggen dat wij niet zullen rusten voordat wij iedereen die zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbare handeling. Kijk, het moet geen beeld worden dat u zich gewoon vanuit uw huis, u roept een paar vrienden op en u komt gewoon plunderen in de stad. En nadat u hebt geplunderd, gaat u rustig naar huis en het wordt ongestraft gelaten. Nee, we gaan ieder aanhouden en we gaan ze ter verantwoording roepen. Dit moet niet het beeld zijn van Suriname. Suriname is een rechtsstaat en wet en recht geldt in Suriname en wij zijn er om dat te handhaven. Dus dat gaan we waarborgen. Kijk, met betrekking tot de nummers waar u naartoe kunt bellen als u een calamiteit of als u wat wil melden. Die nummers zijn er. Ik zal gebruik van deze gelegenheid maken om dan die nummers door te geven. 47-27-24. Dat is een van die nummers. 47-27-24. Dat is Keizersstraat en Nieuwhaven, de recherche van Nieuwhaven is 40-36-45. Wij gaan de orde samen met het Nationaal Leger handhaven. Eerder is hier gesteld dat wij op strategische plekken roadblocks zullen opwerpen. Wij gaan het niet laten bij roadblocks. Wij gaan verder. Onze intelligence is eenmaal 24 uur aan het werk. En ik garandeer u dat wij ieder die zich heeft schuldig gemaakt aan strafbare handelingen, plunderingen, vernielingen, mishandelingen, we gaan ieder ter verantwoording roepen. Wij van het ministerie van Defensie keuren de gebeurtenissen van gisteren ten zeerste af. En onze visie is wat gisteren is gebeurd. Een puur vorm van baldadigheid, bandeloosheid en anarchie. En het Nationaal Leger zal dit niet tolereren. Dit is een heel dieptepunt voor ons in Suriname. En wij gaan gezamenlijk met de veiligheidsinstituten zoals KPS, DNV en overige ervoor zorgen dat de situatie onder controle blijft. Nu is het al onder controle. En wat mag u verwachten van ons als samenleving? Samen met de overige instituten gaan wij ons focussen op de kritieke infrastructuur. In het bijzonder de nutsbedrijven, strategische infrastructuur en instituten van de staat. Dat is waar wij op ons gaan focussen. De korpschef heeft ook al aangegeven dat de opsporing nog zal plaatsvinden, de analyse van alle strafbare feiten die gepleegd zijn. Alle personen die deze strafbare feiten hebben gepleegd, zullen worden vervolgd, zullen worden afgepakt. En die ondersteuning gaan wij ook bieden aan het KPS. Mijn oproep naar de samenleving is om het hoofd koel te houden. Want we hebben niets aan anarchie, nog aan bandeloosheid. En het is heel triest
om te zien dat ondernemers die hier hard werken in een flits van een seconde hun investeringen weg zien gaan. Heel triest. Dat kunnen we niet maken. Wij Sranamans gaan niet zo om met elkaar. Dus mijn oproep nogmaals is om het hoofd koel te houden. Ja, het Nationaal Leger gaat samen met KPS ook ervoor zorgen dat als zich weer dreigingen voortdoen, dat wij niet gaan schromen om op te treden. Ja, ook al treden wij onafhankelijk op, want het Nationaal Leger heeft niet zoveel bevoegdheden om op te treden bij de handhaving, op de rechtshandhaving. Maar bij heterdaad gevallen gaan wij wel op kunnen treden. En de instructies zijn ook gegeven aan de troepen. Vandaag is de rustvrij wel teruggekeerd. We zijn daar heel blij om. Maar er is nog een heleboel werk aan de winkel. Op social media worden nog steeds mensen opgeroepen om tot actie over te gaan. En er is ook heel veel fake news op social media. Dus we willen wel de gemeenschap erop wijzen om heel voorzichtig te zijn met het lezen van berichten en het trekken van conclusies en het gaan verrichten van handelingen. Terwijl we hier zaten, de hele dag kwamen er twee berichten binnen. Dan zou iemand zijn doodgeschoten door de politie. Dan zou iemand zwaar gewond zijn geraakt. En geen van die berichten blijkt waar te zijn. Het is heel ernstig wat zich heeft voorgedaan gisteren. En vanuit het bureau van de president wordt heel erg betreurd hoeveel schade is toegebracht aan ondernemers, journalisten en anderen. En ook hoeveel mensen gewond zijn geraakt bij dit alles. Van hieruit wordt respect getoond voor de beleving van de democratische rechtsstaat en het vreedzaam mogen betogen, het vreedzaam uiten van gevoelens over wat voor onderwerpen dan ook. Maar wat gisteren is gebeurd, heeft toch wel het geloof dat wij hadden als personen belast met de handhaving van de veiligheid, dat onze medeburgers, zoals de afgelopen jaren steeds is gebeurd, vreedzaam hun gevoelens hebben geuit, dat enigszins en behoorlijk verminderd is. De excessen die we hebben gehad gisteren, die mogen zich niet meer voordoen. Vandaar dat we harde afspraken hebben gemaakt hoe we daartegen zullen optreden. Met de achtneming van alle wettelijke regelingen. U begrijpt dat politie en het leger zich anders zullen moeten opstellen. Want vanuit de samenleving wordt alom de mening geventileerd. En dat is ook terecht. De indruk bestaat dat de veiligheidsdiensten gefaald hebben. De zaak is schijnbaar totaal geëscaleerd en vele burgers zijn gewond geraakt, wat we heel erg betreuren en waarvoor we ons medeleven betuigen. Ook de ondernemers die schade hebben geleden door de ontwikkelingen van gisteren. Het optreden van de overheid zal daarom dus aangepast worden, heel serieus zijn. En de verschillende eenheden van het Nationaal Leger en de politie hebben instructies gehad om zich anders op te stellen. Nogmaals met de achtneming van alle wettelijke regelingen. Maar anarchie zal op geen enkele wijze getolereerd worden. Ik doe een beroep op de samenleving en ouders en ieder, alle andere mensen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Ga niet op straat de komende dagen om deel te nemen aan zogenaamde betogingen of oproepen om zaken te doen. Er zijn veel criminele elementen die zich schuldig hebben gemaakt aan plunderingen, ernstige mishandelingen, berovingen, zelfs brandstichtingen. En als je dit soort dingen ziet, dan vraag je je af van, zijn deze mensen wel Surinamers? Als je de meningen volgt van sommige mensen op social media, dan wordt het goed gepraat en gezien als een legitiem middel om bepaalde doelen, al dan niet in bestuurlijke zin of politiek opzicht, te bereiken. Maar we moeten ervoor waken dat wij als samenleving niet afglijden naar een niveau waarin de situatie onbeheersbaar wordt. Daarom zeggen wij ook, de zaken zoals ze zich nu hebben voorgedaan mogen zich niet verder uitbreiden, mogen niet groter worden. We moeten de zaken, terwijl ze nog beheersbaar zijn, aanpakken. Vandaar dat er geen enkele mogelijkheid onbenut zal worden gelaten om de situatie te beheersen. Gelijktijdig is de president ook in overleg met maatschappelijke groepen in de samenleving. Vandaag heeft hij overleg gehad met het bedrijfsleven, waaronder VSB,
ACMOS, de bankiersverenigingen, andere vertegenwoordigers. En daarover zal er later een update gegeven worden. We zijn zeer verheugd, ik persoonlijk zeker ook, dat er geen levens te betreuren zijn geweest. En laten we dat zo houden. Voorlopig moet iedereen rustig thuis blijven. Waar het noodzakelijk is, ga je de straat op. Natuurlijk, maar men moet zeker niet gaan deelnemen aan plunderingen, ordeverstoringen en andere demonstraties. Veiligheidsdiensten hebben speciale instructies. Je kan gewond raken. Er zijn belangen die afgewogen moeten worden. Het recht om vreedzaam te betogen is natuurlijk een erkend recht. Aan de andere kant hebben de andere mensen in de samenleving ook hun rechten. Dus als je rechten uitoefent, probeer het op een zodanige manier te doen dat andere rechten niet daarvoor vertrapt hoeven te worden. En de ordediensten zijn daar om daarvoor te zorgen. Belangrijk is dat wij heel erg ons medeleven tonen naar de slachtoffers, naar de gedupeerden, naar de benadeelden. En er zal wat dat betreft een speciaal beleid worden ontwikkeld om de mensen tegemoet te komen. En ik praat niet over schadevergoeding specifiek, nog niet op dit moment, maar er zullen naar manieren worden gekeken om wat verkeerd is gegaan, om dat te corrigeren, om dat te compenseren.